wij noemen het hier de familie. Want het is ook een familiebedrijf eigenlijk. De eigenaar heeft, zijn vrouw werkt hier ook, zijn kinderen werken hier, zijn dochters. Maar het voelt ook als een familie. Het is eigenlijk een familiebedrijf. En die cultuur benoemen we ook zo. Niet als een bewust trucje, maar gewoon we zijn het familie gaan noemen. Waarmee je een bepaald gevoel creëert. Dat je hier dus niet alleen werkt, maar dat je hier ook kan lachen, kan huilen, kan praten. Dat we betrokken zijn bij iedereen. Want ben je geslaagd? Of heb je rijbewijs gehaald? Of krijg je een kind? Of whatever, allerlei momenten die gebeuren in iemands leven. Dat volgen we. Dus er is heel veel sociale verbinding. En ik ben daarmee in staat om ook de cultuur dus goed te houden. Want de mensen die uiteindelijk hier lopen, die zijn voor mij het contactmoment met de gast.